Wat ben ik nou geworden? Binnen de muren is er therapie, het kan zijn dat ik gek ga worden. Gekke honger had ik vroeger van succes, maar al vroeg besefte ik dat we niet eten van dezelfde borden. Ergens voel ik me betrapt wanneer iemand het hoort, maar dat past bij mijn karakter, ik zeg het liefst van voor. Hoe zeggen mensen shit, we hebben het gedaan. Toen je toen het aan mijn klachten hoorde, stond je niet vooraan. Verscheurde mijn labelcontract, ze zeggen vast. Hij heeft ons zwaar genaaid, hij heeft zijn kans gehad. Hoe leef je dromen als je dromen nooit je leven gaf? Ik was vroeger al gelukkig met een nieuw trainingspak. Ik kijk naar het graf met twee lichamen. Elijntje, ben ik nou geworden wat je kleinkind zint aan je? Ey, heel mijn honger is weg. Ik heb een nummer 1 positie in het land. Hoe valt deze shit nog niet op zijn plek? Zo was je maar me gek. Waarom vraagt niemand naar mij als ik naar hun altijd vraag? Nu is het zeker te laat. Vraag gewoon hoe het gaat. Ik heb 2 gaten in mijn handen als het even niet gaat. Ze vragen hoe zit je niet op TikTok? Ik zeg hoewel. Ik heb mijn pijnen niet gedeeld voor het dansen. Stel, ey, ze gaan me niet herkennen. Waarom zou ik gaan naar schrijverskampen? Ik ben een schrijver, ik heb pijnen waar ik mee moet kampen. We lopen zelf al lopen, we vaker tegen lampen. Mama zegt geen stress, je bent het licht wat zelf kan branden. Ouders kijken uit naar God, maar zijn ze daar, ben ik los. Ik wil best een prijs betalen, maar is dit voor de kost? Ik tip woorden die met grote kans niemand gaat horen. Maar schiet ik 10 keer in mijn eigen goal, heb ik niet verloren. Kijk van waar we komen en kijk waar we nu staan. Soms maak ik corny shit en denk ik, dit is iets van maan. Hoe ben ik niet content? Ik was content bij mevrouw Snijders. En kijk me nu, waarschijnlijk weet ik niet van haar overlijden. Ze zei me, dit was mijn roeping, ik zei dat moet blijken. Ik ben blijkbaar introvert, ik spreek niemand van deze woonwijken. Ik wilde op tv, ik was het deze zomer. Toen dacht ik, nou dat was het tv, had ik dit nou nodig? Daarom moet ik stoppen met op wat beters hopen. Mijn geluk dat was gebaseerd op een range met mijn vader kopen. Ik ga niet meer zijn in muziekkantoren, niet eens meer in de straten daarvoor. Moet je kijken wat het bracht, ik moet leren te bidden zonder te denken, dit komt toch nog van pas.